Het grappige van die ganzen is ook dat die families de hele winter bij elkaar blijven. De ouders die nemen hun jongen mee op trek. En op zo'n manier leren ze ook waar ze naartoe moeten. Dus je hebt vogels die dat helemaal alleen moeten doen. Ja. Terwijl dit soort vogels die leren dat van hun ouders. Met deze kennis hebben onderzoekers een project opgezet om een andere gans te beschermen, de dwerggans. Een deel van deze zeldzame soort trekt van Zweden naar de Zwarte Zee, maar daar is het niet veilig. Die vogels werden in het Zwarte Zeegebied afgeschoten, dus die Zweedse populatie ging enorm achteruit. En toen heeft iemand bedacht, als we die trekroute nou zouden kunnen verleggen, dat zou goed zijn voor die vogels, omdat ze hier veel minder geschoten worden. Okay, en toen hebben ze dwerggans-eieren, hebben ze onder brandgans-ouders hebben ze neergelegd. En die brandganzen die namen vervolgens die jonge dwerggansjes, namen ze mee hier naartoe. En dat werkt. Goh, ook weer een bijzonder verhaal. Ja, maar op het moment is er een soort populatietje van 40, 50 dwerggansen die elk jaar van Zweden naar Nederland trekken. Dus die hebben we, zeg maar, omgeleid. Ja, ja. Jeetje, wat een ochtend zeg. Schitterend. Het verhaal van de dwerggans vinden we zo bijzonder dat we de vogels graag willen zien. Gerard, ja. Wat is het plan? Plan van aanpak? We moeten gaan zoeken. Ja. En gelet op de uitgestrektheid van het gebied is het beste dat we dat in verschillende teams doen. Want hoeveel zitten er in Nederland, grofweg? 45. Ja. Er wordt zo van. Los. En daar willen wij er eentje van zien. Ja, wij willen het levensdeel van de groep zien. Nou, zullen we op pad gaan? We gaan. Dan gaan we het meemaken. Ja. Ik mag met jou mee rijden, hè? Ja. Let's cross our fingers. We gaan op expeditie met twee teams. In het ene team dwerggans-expert Gerard en ik. En in het andere vogelaars Arie, Leen en natuurfilmer Roel. Sinds het Zweedse project met de brandganzen komt er elk jaar een clubje dwergganzen naar het oude land van Strijen. Nou, hier is het allemaal. Kijk, goh, je komt hier wel wat anders binnen, zeg. Het is toch ongelooflijk? Het is wel een overgang, ja. Ja, het is. Ja. Dit gebied is ooit ingericht als ganzenreservaat. Goh, er wordt hier gegraast, hè. Dus dit is het land waar de dwerggans in verkeert. Ja. Van eind september tot begin maart. En er zijn door gezenderde exemplaren, weten we dat het voorkomt, dat ze in één ruk van midden Zweden hier naartoe komen. Verderop heeft team 2 al een duidelijke aanwijzing dat de dwerggans nabij is. Het zijn dwergganzen toeristen. Ja. Ik denk dat we bijna zo'n beetje heel alle landen West-Europa wel een keer gehad hebben. Catalanen, Italianen. Nou, eens kijken. Het licht is niet echt mooi. Er staat echt een man of 20. Ja joh, dwerggans-pelgrims. Omdat er zo weinig zijn op de wereld, waarschijnlijk tussen de 20 en de 25.000. Degenen die dwergganzen willen zien, die komen dan hier naartoe. Ja, dus op zoek naar de dwerggans, ja. Speur je ook naar mensen die naar de dwerggans zoeken? Ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, zeker in dit gebied. We moeten door. Ja, heel duidelijk. Roel heeft beet. Mooi die witte blessen. Mooi die witte blessen, staan mooi deze kant op. Nog een beetje ver weg, maar in beeld. Goh, een mooi stukje polder. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Tot aan de horizon, Hollandse polder. Dat is een hoek daar zo, hè? Waar ze nog wel eens willen zitten. Kijken. Ja. Oh, telefoon. Nou, misschien is dat... Roel. Hallo Roel. Hallo, we zitten op de Walenweg en we zien hier heel erg in de verte dwergganzen. Op de Walenweg. De Walenweg. Ja, Gerard, de Walenweg? 5 minuten. 5 minuten. Nou, we komen eraan. Hou ze even vast, hè? Oké, okay. Hoi hoi. Nou, team 2 heeft ze in de smiezen. Hopen dat ze een beetje dichterbij komen. Dat zou wel fijn zijn. Ja.
Zo, keurig. Verder weg, Leen. Verder weg. Ah. Even kijken, wat is dat hier? Even kijken. Ik zie in de verte heel veel Canadese ganzen. Twee draantjes lopen er naar rechts. Ja, nu zie ik ze. We hebben ze gevonden. Ja. Ja, dit is wel, dit is wel fantastisch. Want ja, zeker Arie en Leen die maken mee dat de expedities radeloos lopen te zoeken, de hele dag, naar die dwergganzen. Ja. Oh, zijn dit allemaal kievieten? Ja, die kievieten opvliegen? En spreeuwen, ja. Ja, ja, oh ja, en spreeuwen. Ja, voorjaarstrek, hè. De voorjaarstrek. Ja, 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 helemaal. Die entourage. Nou, dat is we hebben de dwerggans gezien, we hebben de kievieten, we hebben de lente al in hun bol. Nou, ik moet zeggen, het verrast mij wel hoe snel we ze hebben. Ja, nee, dat is toch wel het moeilijkste dier wat we het makkelijkst gevonden hebben. Ja, nee, het is voor ons ook een hele opluchting.